Het komt stilaan tevoorschijn. De dappere naaisters hebben het allemaal aan elkaar gestikt, genaaid deze namiddag, samen geschilderd. Dus een mooi applaus ook voor de dames van Zizo, die daarvoor hebben gezorgd dat iedereen er heeft kunnen aan meewerken. Het is zeer mooi, zeer mooi. Ja, we gaan niet meer langer in spanning, hè. Dus, op de derde plaats, dames en heren, 5 voor 12, met Chazette Felix. Dus gelieve iemand naar hier gekomen. Ja, ik ga even voorlezen wat dat, ze geschreven hebben, de genomineerden. Hoog tijd om Chazette Felix eens tussen de genomineerden te zien als project. Na 15 jaar heeft Chazette Felix een benijdenswaardige reputatie opgebouwd binnen het Belgische jazzwereldje. De aanvragen stromen binnen, het aanbod stelt als het ware zichzelf samen. Met naast de nationale toppers ook enkele internationale kleppers. En na een periode van 5 jaar is ook het publiek gestaag gegroeid. Wat vroeger een goede opkomst was, is nu een gemiddelde opkomst. Een mooi resultaat voor de niet afladende inzet van de vrijwilligers achter Chazette Felix. Een applaus, alsjeblieft. Dank u. Dat is even onverwacht als het aantal mensen dat iedere keer naar ons in jazz komt. Ik zat daar ook iedere keer van te kijken, maar het is iedere keer een warm gevoel dat je daarvan krijgt. En ik wens het iedereen toe om eens, het kan ook andere muziek zijn natuurlijk, want alle muziek is... Muziek is het communicatiemiddel bij uitstek om elkaar te leren, bij elkaar te komen en zonder woorden hetzelfde gevoel te krijgen. Dank u wel. Oké, als ik nummer 2 zeg, dan weet natuurlijk ook iedereen wie nummer 1 is. Hè? Zo is dat natuurlijk met een nummering. Voilà. Op de tweede plaats de vrijwilligersploeg van de onthaalpoort Groenendaal. En dan ga ik ook voorlezen wat ze over hun geschreven hebben. Zijn ze hier nog, hoop ik? Oké. Al jaren staan ze samen met hun educatief medewerkster Lies Kozemans met tientallen vrijwilligers in voor de uitbating van het Bosmuseum Jan van Rusbroek. Ze organiseren maandelijks op de tweede zondag van de maand een lezing en een wandeling. Ze organiseren met gidsen en vrijwilligers natuurateliers voor kinderen. Ze hebben een ploeg vrijwilligers samengebracht om bakactiviteiten in het bakhuis te organiseren. Een andere groep werd samengebracht om een eetbaar bos aan te leggen rond het bakhuis. Dames en heren, nog een applaus voor de onthaalploeg. Dat is hier een prijs die ik wil opdragen aan alle vrijwilligers die ons ondersteunen, die het kloppend hart zijn van ons, onze motor van het Bosmuseum. Echt hartelijk bedankt iedereen. In het kader en als start van de Vrijwilligersweek, hè, we kunnen het niet genoeg herhalen, onze vrijwilligers zijn eigenlijk de crème van de crème. Overal, maar natuurlijk hier bij ons ook in het bijzonder. Maar ja, natuurlijk, we weten wie de winnaar is, hè. Nero Rock! En wat schrijven ze over deze jonge gasten? Een hechte vriendengroep die zich onvoorwaardelijk smijten voor hun doelstelling. Een toffe rockdag tijdens het Druivenfestival. Telkens weer goed georganiseerd met een leuke, originele programmatie en de grote publiekstrekker op de zondag van het festival. Tussendoor organiseren ze ook verrassende sessies hier in het Felixhooi. Rock'n'roll is here to stay dankzij Nero Rock. Dankjewel mannen. Dikke merci. En dan zou ik nu ook nog graag mijn collega van de kerncultuur, ja, Sabrina. Want we hebben, ik ga er nu even gelegenheid van maken, met de kern even het programma moeten herwerken. Het programma, niet het reglement. Dan nu de paren voor de categorie individu, want er zijn 2 categorieën. Organisaties hebben we net gehad. De 3 individuen,
die kennen jullie, de meeste onder jullie kennen die ook. Dat is Ghislain de Wolf, Christian van der Rooij en Wim Maes. Van der Wa, excuseer. Van der Wa. Dus jullie zijn hier ook alle drie, hoop ik. Ja. En de derde is Wim Maes. Ja. Dus ja, we gaan gewoon nummer 3 noemen. Hè. Dan weten jullie nog niet wie twee en 1 is. Maar, beste Christian, jij bent nummer 3. De gemeente en de verenigingen konden jarenlang op haar een beroep doen om toeristische wandelingen, rondleidingen van nieuwe inwoners en bezoeken aan Woeilaard te begeleiden. Altijd even betrokken en enthousiast, wist zij vele interesse op te wekken voor ons dorp en zijn verleden. Waarom denk je dat ze zo hoog beland is in onze rangschikking? Al wel, daarom, dikke merci Christian. Je mag daar ook bij Pieter prijzen. Ik ben heel blij dat Wim voor mij is. En ik hoop dat iedereen zo graag van Woeilaard houdt als ik. Ik heb geprobeerd voor alle mensen, alle straten, alle hoeken te leren kennen. Doe zo voort, mensen. Leer uw dorp kennen. En alle goed. Dankjewel Christian voor deze mooie woorden. Ja, en dan hetzelfde dan daar straks als ik nummer 2 zeg, dan kennen we nummer 1. En onze nummer 2 is Ghislain de Wolf. Beste, allerbeste Ghislain. Wetende dat de Woeilaardse paren jaren geleden in het leven werd geroepen om Woeilaarders te huldigen, die zich al jarenlang enthousiast en gemotiveerd inzetten voor onze Woeilaardse gemeenschap en voor wie geen inspanning te veel is om mensen samen te brengen en te doen samenwerken. Daarvoor is Ghislain door heeft genomineerd. Beste mensen, applaus nog eens voor Ghislain. Proficiat Ghislain. Beste mensen, hartelijk dank in ieder geval. Maar ik wil ook alle mensen bedanken die dit vandaag hier georganiseerd hebben, zeker en vast, alle verenigingen. En ik denk, zoals daar straks Christian zei, dat wij allen, met alle hier aanwezig, nog ons gaan inzetten voor het culturele leven in Woeilaard. Nummer 1, Wim, kom maar naar voren. Het is zover. Hey. En ik mag als voorzitter van de jury ook zeggen dat Wim er met kop en schouders boven stak. Er was geen ex aequo mogelijk, want Wim zijn punten, dat was dus onwaarschijnlijk hoog. Dus beste Wim, heel veel mensen hebben jou heel veel punten gegeven. Ongelooflijk. Dus naast wat heeft zijn genomineerde hier, de persoon die hem heeft genomineerd, naast het uitbaten van ons cultureel centrum staat Wim ook voor allerhande jazzactiviteiten. Hij organiseerde concerten, onder andere ook met Piet en Serreklanken, maar heeft ook de jazzexpositie gedaan. De opbrengst van deze tentoonstelling ging ook naar de warmste week. Maar bovenal is Wim hier de man hier aan de balie waarvoor iedereen Wim ook zeer dankbaar is voor zijn ontzettend grote inzet, warmte, enthousiasme, dynamiek en zoveel meer. Deze is echt onwaarschijnlijk raar. Op geen moment ben ik daarop gekomen dat een mogelijkheid had kunnen zijn. Zoals ik zo vaak zeg, ik doe eigenlijk gewoon mijn werk. En mijn werk is kei tof geweest, kei aangenaam geweest. En dat is voor een heel groot deel dankzij
dankzij jullie. Hè. Ik denk dat ik hier zo goed als iedereen persoonlijk ken, bij naam, bij voornaam zelfs. En dat is misschien nog wel het belangrijkste dat ik wil meegeven nu. Los van het feit dat deze echt kei raar is. Het gemeenschapscentrum, het GC Felix Ouy, de Felix, dat is misschien wel van de gemeente, maar dat is er voor de gemeenschap. En de gemeenschap, dat zijn jullie. Onze verenigingen, onze inwoners, onze bezoekers, onze gebruikers, dat zijn jullie. En jullie verdienen de allerbeste ondersteuning dat er is. En daar heb ik de afgelopen 8 jaar met heel veel plezier, met heel veel enthousiasme en met heel veel inzet gedaan. En dat zal ook de boodschap zijn dat ik aan mijn opvolgers, mijn collega's, ga doorgeven. Laat dat niet hangen, dat moet het zijn. Voilà, dikke merci.